bij Breiochtend. Hoe is dit zo tot stand gekomen? Ja, ik zag dat ouderen heel graag wilden handwerken, maar het niet leuk vonden om het alleen te doen. En toen zijn we hier naartoe gegaan bij Boshart om te vragen of we dat hier zouden kunnen doen. En toen bleek dat hier eigenlijk ook al altijd een breiclubje was, maar wat een beetje in de slop was geraakt. En toen hebben we het samen met de mevrouw die dat altijd deed, hebben we het weer een beetje nieuw leven ingeblazen. U geeft hier dan de andere les. Hoe is dat voor u om te doen? Dat is leuk. Ja, eerste tijd, ik denk, dat kan niet. Voor ik heb heel erg ziek geweest. Alleen nou gaat het een beetje goed. Nou kom ik elke week. Mooi, hè? Kunnen de andere dames goed breien? Nou ja, meestal wel. Ja. De jonge meisjes nog niet. Leert u het ook aan de jongere meisjes? Ja, proberen uit te leggen. Hoe moet dat? Hun meer haken. Ik brei al sinds ik 10 ben of zo. Ja? Ja, dus ik van moeder geleerd. En jij had wel geduld daarvoor? Ja. Okay. Ja, want ik zie wat het kan worden. Dus dan. Wat ben je nu aan het maken? Ik ben nu een kussensloop aan het maken. En merk je nou ook dat meer jonge mensen weer gaan breien? Ja, ik merk wel dat het weer een beetje weer in trek komt. Maar vooral ook omdat het regelmatige werk is, zeg maar. Dat is gewoon fijn om het te ontspannen en... Ja, het is voor jou een soort ontspanning eigenlijk. Ja, zeker. Ja. U bent bezig met een geel-zwarte sjaal. Waarvoor is dat? Een koor wat gaat optreden bij de Plantage 23 en 24 mei. Want ze gaan een lied over DOS. Dat is een voetbalvereniging vroeger geweest. Daar gaan ze een lied over zingen. En dan hadden ze daar graag de kleuren van DOS om de nek. Is dat altijd uw hobby geweest? Nou, dat is zo gekomen. Mijn man die is overleden 28 februari 2013. Kort geleden? Kort geleden, inderdaad. En als je dan alleen thuis komt te zitten, dan moet je het buiten gaan zoeken. Hè? Heeft u daar hierover gepraat? Nee, ik luister liever. Oké. Okay. Ja. Dan breien, luisteren. Af en toe wel erin mengen natuurlijk. Maar ik ga niet bij een andere. Ik heb zoiets van, we moeten blij zijn. En niet iemand de put in praten, zeg maar. Kent u elkaar van hier bij Boshart? Ja, ik wilde graag breiles, maar ik wilde gratis. Ik denk, ik ga daar niet zoveel geld voor uitgeven. Nou, en toen ben ik hier naartoe gekomen en heb ik met haar kennis gemaakt. En ik heb ontzettend veel van haar geleerd. Ik heb een truitje bij haar gebreid. En nou weer een muts. En het is hier gezellig. Want u komt uit Indonesië. Kunt u zich ook nog dan herinneren hoe u daar dan zat te breien? Nou, ik heb op de lagere school was het verplicht. Hè? Want het was vroeger geen basisschool, maar een lagere school. En op school had je dan gewoon breiles, had je handwerkles. En dan kreeg je breien en ook wel borduren en zo. Want dat hoorde erbij. Dat was zelfs een vak in Indonesië. Daar kreeg je een cijfer voor. En vond u het toen ook al leuk? Eigenlijk, ja, ik denk wel dat ik het toen ook al leuk heb gevonden. Die brei ik ook. En u breit thuis? Thuis, overal. In de trein? Op straat? Nee, het meeste zit ik thuis te breien. Wanneer bent u daarmee begonnen eigenlijk? Nou, toen ik zo groot was. Ja? Wat maakte u dan toen u kind was? Ook pannenlappen en zo, breien. Proberen te breien natuurlijk, eerst in het begin. Want dat was natuurlijk een sensatie om te leren. 100 zeker laten vallen. Vond u het moeilijk? Nee. Maar ik zit er nu nog steeds te doen. Ik vond het wel leuk toen ik het toen geleerd heb. Deden toen meer jongens dat eigenlijk? Of was u een beetje uitzondering? Nee, we deden het allemaal thuis toen. Maar de meesten doen het niet meer.